Ja, we zijn hier vandaag op het sportpark De Walzaat in Haren bij voetbalvereniging Nemelaar. Vandaag is het 11 juni en we hebben een toernooi georganiseerd ter nagedachtenis van Peter Panhuizen en Adrien Verschuren. Het zijn twee dierbare leden die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen. En we hebben gemeend daarvoor hun te eren en het toernooi te moeten organiseren. Er zijn veteranen elftal uitgenodigd. En een viertal dames teams. Peter Panhuizen was een keeper binnen de veteranenploeg. En die is ten gevolge van corona, aan de gevolgen van corona overleden. Adrien Verschuren die is in 2021 overleden. En was een dierbaar lid, secretaris hier geweest. En die heeft het damesvoetbal binnen Nemelaar toch op een hoger niveau gebracht. En, vandaar dat we hebben gemeten om dit toernooi te moeten organiseren. We starten zo meteen met de wedstrijden en we hopen daar een hele gezellige dag van te maken. We hebben ook nog voor eten gezorgd, dus er komt de spelers niks tekort in ieder geval. En na het toernooi zullen we ook nog de nodige drankjes nuttigen en daarna kunnen we denk ik wel op een geslaagd toernooi terugkijken. Warm welkom aan Marie Panhuizen, echtgenote van Peter. Jesswin, Nala, kinderen van Adrien. We vinden het in ieder geval fijn als organisatie jullie erbij zijn. En goed dat jullie het initiatief omarmden en hier aanwezig konden zijn. En we willen jullie ook graag een bloemetje daarvoor geven. En ook binnen onze vereniging hebben we een bewogen periode gekend. Want we hebben afscheid moeten nemen van dierbare leden die ons helaas te vroeg zijn ontvallen. Laatst hebben we dat toch mee moeten maken met het overlijden van Frans Bertus en Jan van Aken. Fantastische mensen willen we daarom eren met dit toernooi. De Adrien Verschuren Cup en de Peter Panhuizen Bokaal. Beste mensen, straks starten we met de wedstrijden om 4 uur. Ik wil graag nu beginnen met 1 minuut stilte. Daarna gedachtenis aan Adrien en Peter. Dankjewel.